Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en in deze aflevering doe ik een review van de documentaire CryptoCourts die te zien is op Videoland. En ik ben op vakantie geweest, daar wil ik ook het een en ander over vertellen. Jullie zullen wel gemerkt hebben dat er 1 tot 2 weken geen nieuwe video's waren geüpload op mijn kanaal. Ik was op vakantie. Nou, nu is dit geen vakantie-review kanaal, maar ik wil toch het een en ander kwijt over mijn vakantie. Want het matcht niet helemaal met de coronaspelregels die wij krijgen voorgeschoteld en wat gebeurt in de realiteit. En straks komt er een kerstvakantie aan, er komt een februarivakantie aan. En misschien moeten jullie nog een keuze maken van ga ik wel of ga ik niet. En met mijn verhaal kan misschien die keuze wat worden aangescherpt. Dus daar gaan we eventjes naar kijken vandaag. En dan weten jullie weer dat ik gewoon online ben. Ik ben weer terug. Hopelijk is het wat te zien in mijn gezicht. Maar ik weet niet of de belichting dat wat wegfiltert. Maar ik ga wat vertellen over mijn vakantie en daarna gaan we over naar de review van de documentaire CryptoCourts. Waar ben ik geweest? Ik ben bij Titanic Beach Lara geweest in Turkije. Leuke resort, zwembad, zee, een lekker buffet en wat leuke barretjes. Prima kamer, dat zit helemaal in orde. Nou, wat maakt het nou dat ik daar wat tijd aan besteed in deze video? Als eerste was dat de voorbereiding tot. Ik heb de spelregels bekeken en wat er te lezen was, ik kon met mijn vaccinatiebewijs reizen. Ik ben gevaccineerd, ik heb die keuze gemaakt en er stond, ik kan Nederland uit, Nederland in met het vaccinatiebewijs. En ik moest voor Turkije, moest ik een HES-code aanvragen. Dat betekent, je moet naar een website toe van de Turkse overheid. Daar registreer je dat je naar Turkije gaat, dus je naam, paspoort, nummer, geboortedatum. Je kent het allemaal wel. En daar kreeg je een nummer met een QR-code, dat kon je uitprinten en meenemen. En dan konden zij je tracken in Turkije, van heenreis tot terugreis. En als er dan iets met corona daartussen zou spelen, kon je worden geïnformeerd of misschien vastgehouden in quarantaine, weet ik het. Maar dat waren de spelregels. Voor de Nederlandse overheid moest ik nog een gezondheidsverklaring invullen voor het vertrek en de terugreis. Kon je netjes digitaal invullen. Ik heb dat ook nog uitgeprint en meegenomen, zodat alles netjes voorbereid was. Nou, je komt aan op Schiphol. Op Schiphol zie je een mix van mensen die een mondkapje dragen en geen mondkapje dragen. Dus daar werd niet echt op toegezien. Ik kwam aan op de incheckbalie. Ik heb gevlogen met Sun Express. Het is zoals het is. Ik ben KLM Platinum for Life member en daar ben ik trots op. Maar na zo'n vakantieomgeving als Antalya, daar vliegt KLM niet echt op. Dus heb je geen keuze. Dan maar inchecken bij Sun Express. Nou, de dame die mijn koffers aanpakte, die vroeg om een vaccinatiebewijs. Dus daar werd om gevraagd. Maar ze keek er alleen maar naar en het werd niet gescand. Dat betekent dat hier echt vervalsing mogelijk is. Mag ik eigenlijk niet vertellen, maar ze deden verder niets mee. Ze keken naar en gaf het papiertje weer terug. Toen kwam ik aan bij paspoortcontrole. Daar werd even gevraagd waar ik naartoe ging. En daarna kreeg ik mijn paspoort weer terug. Hij werd wel ingescand. En dan weet ik niet of ze kunnen zien dat je gevaccineerd bent. Ik heb ervoor gekozen om te vaccineren. Mijn keuze. En ik heb toen opgegeven van dat RIVM de data kon krijgen en huisartsen en whatever. Dus ik weet niet waar de grens ligt dat ook de douane mijn vaccinatiegegevens binnenkrijgt. Dus dit kan ik niet met zekerheid zeggen of de douane op het scherm zag van hij, die persoon is gevaccineerd. Maar het is zoals het is, dus ik kon verder. En het stuk achter de paspoortcontrole ook een mix van mondkapjes en geen mondkapjes. Nou, dan ga je aan boord. Dat is natuurlijk een zootje van mensen die de koffers in de bagagebakken boven proberen te stoppen. Dat is altijd een gevecht geweest. Vind ik wel spijtig van Sun Express, want ik kon stoelen kopen met wat meer beenruimte. Dat heb ik ook gedaan. Dat was op rij 1. En wat zie je dan? Dat die bak boven je hoofd, daar zitten spullen in van het vliegtuig. En dan moet je een rij daarachter je koffer kwijt. En dat daar, ja, daar zitten natuurlijk al de spullen van andere mensen in. En dat vind ik niet goed van Sun Express. En dat zeg ik nu ook in mijn YouTube filmpje. Want zij hadden ervoor moeten zorgen dat die mensen die betalen voor een plek, dat die op zeker de bagage
kunnen wegstoppen boven het hoofd. Daar betaal je voor, dat is extra luxe. En dat moet je ook zo regelen. Dus niet goed van SunExpress. En voor de mensen die er in de toekomst mee vliegen, let op dat rij 1 en ook rij 2, dat daar issues zijn met de bagagebakken, terwijl het toch betaalde plekken zijn. Het is zoals het is. Toen ik aankwam in Turkije, gelijk naar de douane toe, keken ze naar mijn paspoort, vroegen ze niet om vaccinatiebewijzen of die HES-codes, helemaal niets. En wat ik trouwens vergeet in mijn verhaal, toen ik van Schiphol afreisde, dus bagage ingecheckt, douane gehad, heeft niemand om die papieren van Binnenlandse Zaken gevraagd. Dus die gezondheidsverklaring is nergens opgeëist. Dat was ik eventjes vergeten. Dan ga ik weer even terug naar Turkije. Dus douane, ook niet om papieren gevraagd. Niks aan de hand. Ik heb mijn koffer opgehaald. Natuurlijk ook weer een mix van mensen waar in principe besmetting gewoon kan plaatsvinden. En ik heb mijn koffer gepakt en ben het vliegtuig uitgelopen. Geen issues at all. Bij Titanic Beach Lara zag je dat personeel allemaal met mondkapje liep, maar alle gasten daar geen mondkapje. Is ook denk ik logisch, want je zit opgesloten op zo'n resort, maar je kunt wel 's avonds de winkelstraat in en dan heb je weer contact met de gewone bevolking. Dus daar zit ook wat scheve zaken. Maar in ieder geval dus de heenreis, minimale controle op documenten, het boeit eigenlijk niemand. En de terugreis was exact hetzelfde. Op het vliegveld Turkije, waar ik mijn koffer heb ingecheckt, vroeg men om vaccinatiebewijzen, heb ik laten zien. Die persoon keek er 1 seconde naar en gaf ze terug. That's it. Dus ook geen scan. En hier zeg ik weer, dan is vervalsing mogelijk. De douane scande paspoort, stempeltje erin, ook niet. Nogmaals, ik weet niet of zij kunnen zien dat ik daadwerkelijk gevaccineerd ben. Dus dit kan ik niet vastleggen in deze video. Daarna landen op Schiphol, paspoortcontrole, weer gescand, niet om documenten gevraagd, ook weer niet om die gezondheidsverklaring. En hier ben ik eigenlijk wel een, ik wil niet zeggen woest over, maar teleurgesteld dat ik al die moeite heb gedaan om het in te vullen en niemand die er om vraagt. Maar goed, het is zoals het is. Ik heb een goede vakantie gehad. Ik kan het wel aanraden. Titanic Beach, Lara. Leuke plek. En daar kun je in ieder geval vrij manoeuvreren. En Turkije ook. Je hoeft je niet te testen als je gevaccineerd bent. En er zijn minimale spelregelpunten. Dus dit wil ik eigenlijk kwijt. Wil je nog op vakantie in december of februari, dan is Turkije een mogelijkheid als je gevaccineerd bent. Natuurlijk weet ik niet met nu de verhoging van de besmettingen wat er gaat gebeuren. Maar dit was eventjes mijn verhaal over de vakantie. Nou, dan kom ik tot de kern van deze video. En dat is de review van de documentaire CryptoKoorts op Videoland. Als eerste wil ik zeggen, het is echt prima entertainment. Het zijn een aantal afleveringen die een aantal onderwerpen highlighten. Het gaat niet zozeer over crypto en wat voor soorten crypto er zijn en hoe die koers werkt. Het is puur de zaken rond crypto. En dan zie je wat prominenten die hun verhaal doen. Echt leuke entertainment en hier en daar kun je ook wat leren. Dus documentairemakers, die hebben goed hun best gedaan om dat zo neer te zetten. Prima werk en ik raad iedereen aan om het te kijken. Want nogmaals, alles dat over crypto gaat, daar kun je wat van leren. En prima. Ik moet natuurlijk kritisch zijn, want dat is ook verteld in die documentaire. Als je belegt in iets, moet je altijd kritisch zijn en je moet het niet zien als een kerk. Want als je het als geloof gaat zien, dan kan het zijn dat je gaat afwijken en dan zou je eens tegen een zware muur aan kunnen lopen. Dus altijd kritisch zijn op de dingen waarin je belegt. Dat was een goede boodschap, daar geloof ik ook in. Ik maak veel Bitcoin filmpjes, maar ik ben ook altijd kritisch. Mijn laatste video over de crypto haters heb ik ook verteld. Kunnen we alleen maar van leren en ervan sterker worden. En altijd twijfelen aan je investering. Nou, even wat punten die ik gezien heb. Als eerste de prominente die ik zag.
Ik vind een aantal echt leuke mensen die ik zie. Familie Taihutu kan ik altijd om lachen. Leuke mensen. Madelon Forsje, die was lekker bezig. Ik zag ook die gasten van Dopey Cash, leuk gedaan. En Mr. Crypto met zijn baard. Ik vind dat zo'n sympathieke man. Hartstikke gaaf. En hoe hij daar zo over uitspreekt en zijn levensverhaal doet. Hartstikke mooi allemaal. Even wat kritische punten. Ik vond het stukje bij de familie Taihutu, vertelde die even over zijn crypto Visa card. Volgens mij was de Visa card, maar in ieder geval de crypto credit card. Vond ik ietsje te kort belicht, want dat is een heel krachtig ding om de huidige wereld te matchen met de crypto wereld. Dan hoorde ik vaker langskomen van mensen die hun geld zijn kwijtgeraakt. Maar dit vind ik niet eerlijk. Zoals ik altijd in mijn video's zeg, als je iets koopt, dan ben je al je geld kwijt, dus een aandeel of crypto. En als de koers zakt, dan ben je je geld niet kwijt. Dan is je vermogen verminderd. Dat is echt een hele belangrijke. Je vermogen is verminderd, maar je bent niet je geld kwijt. Je bent pas je geld kwijt als je dat gaat verkopen tegen een lagere prijs. Dus als je je crypto in dit geval laat staan, dan heeft het impact op je vermogen, maar die crypto heb je nog steeds. Of de koers nou zakt of stijgt, het blijft dezelfde crypto. En als je het dan tijdelijk neerzet op een renterekening van Celsius of BlockFi, dan krijg je daar rente op. En of de koers dan laag is of hoog, het blijft ook die rente. En er komen altijd wel weer betere momenten dat je het kunt verkopen. Kijk, op dit moment tijdens het maken van deze video is crypto stijgende. Met natuurlijk de nodige hobbels onderweg. Dus dat is makkelijk praten. Maar als we echt in een beermarkt zitten, dan ja, dan zet het op een renterekening en je bent geen geld verloren. Alleen als je het verkoopt. Dus dat wil ik ook even vertellen, want het kwam te vaak langs geld verloren. Vind ik spijtig, want dat had niet gehoeven. Dan was er een discussie tussen Madelon Vos en Sander Schimmelpenninck. Wat werd op een gegeven moment gezegd van dat een groep mensen die in de crypto geloven buiten de overheid omgaan om maar wat neer te zetten als verzet tegen? En jij, Madelon Vos, kwam daar niet helemaal uit. Ik zag dat aan je gezicht. Je liep daar ook in vast van hoe moet ik nou reageren op die Sander Schimmelpenninck? En ik kom uit industriële automatisering, heb me heel veel met techniek bezig gehouden. En moest ook vaak de confrontaties aan tegen de no-believers van, dat was in mijn tijd, industriële datacommunicatie tegenover analoge techniek. En er was er altijd één spreekwoord wat vaak naar voren kwam. En dat kan je nu ook gebruiken in die discussie met Sander Schimmelpenninck. En dat is deze. De gloeilamp, die is er niet gekomen door kaarsen beter te maken. En Sander Schimmelpenninck, die was bezig van in dat huidige systeem van waarom er afgeweken wordt. Dat afwijken, dat is die gloeilamp op elektriciteit. Je moet kijken naar de issue. De issue is, men wil meer verlichting. En dat was op een gegeven moment niet meer te realiseren met vuur en met kaarsen. Dus nogmaals, de gloeilamp die is niet uitgevonden door kaarsen beter te maken. Dat is een hele goede reactie hierop. En dat triggert ook iedereen van hoe je moet omdenken. Dus dat is even voor jouw leerproces, Madelon Vos. Verder is het prima gedaan zo. Dan was er ook een stukje over haat. Dat is mij onbekend. En dat snap ik ook wel, dat er fanatieke crypto-aanhangers zijn. Maar ik maak al jaren feedback van mensen mee. Over dat ze crypto zo verkeerd vinden en dat ik alles ga verliezen. Maar dat hoor ik al jaren. Ik lach ze eigenlijk uit. Het is een vrij land en dan kan iedereen kiezen waarin die belegt. En hoef je daar niet kwaad om te worden. Wat wel jammer is, is dat natuurlijk zeer prominente mensen misinformatie verspreiden. Heb ik ook laten zien in mijn video over crypto-haters. Maar in dit geval, als iemand kritisch is over crypto, help hem dan. En geef alleen maar commentaar van dat de koers weer gestegen is en dat hij iets mist. Maar ga niet iemand met de dood bedreigen. Dat vind ik helemaal niks. En ik raad ook de mensen af om dat te doen. Nee, dat past absoluut niet bij mij.
Wat ik ook een beetje miste, was het aan bod laten komen van mensen die daadwerkelijk met de technologie bezig zijn. Dus die zorgen dat die infrastructuur voor ons als beleggers en gebruikers, dat die wordt verbeterd. Natuurlijk wordt er een hoop ontwikkeld in het buitenland. Maar het zou mooi zijn als er ook wat Nederlanders aan bod komen. Die kunnen vertellen over de krachten achter deze technologie en hoeveel ontwikkelaars daarmee bezig zijn. Want wat ik jammer vind in dat hele stuk, is dat er ook niet echt wordt gesproken over die kracht van de technologie. Tijdens de documentaire is een paar keer het woord genoemd verbannen, uitroeien, regulering, dat soort zaken allemaal. En wat niemand benoemt, ook in wat er nu daarbuiten op YouTube is, dat is dat je technologie nooit moet beledigen. En dat was een heel belangrijk punt geweest voor deze documentaire reeks. Wat is het verhaal? Je hoort wel eens dat men het milieu erbij betrekt. Of dat het een aanval is op de overheid. En dat dan verbanning en dat soort zaken, dat dat ter sprake komt. Het punt is echter, de mensen achter deze technologie mag je nooit beledigen. Want ze zijn anders als iemand die bijvoorbeeld bij een bank werkt. En om 5:30 zegt, goh, we gaan nu golven, werk is voorbij. Dat doen techneuten niet. Die gaan het net zo lang fixen totdat het werkt hoe de buitenwereld het verlangt. En dat is iets heel belangrijks. Dat wordt op dit moment nergens op YouTube benoemd. De kracht en de respect voor technologie. Beledig alsjeblieft nooit deze technologie. Als je het milieu erbij gaat betrekken, dan gaan die techneuten net zo lang door tot het geen probleem meer is voor het milieu. En dan gaat het averechts werken. Want dan keren ze zich tegen het bankwezen en zeggen ze, wij zijn groen, maar jullie hebben pinautomaten, centrale computers, papiergeld. Dat is gevaarlijk voor het milieu. En wij zitten goed. En dat is iedere keer wat er gebeurt. Als de financiële wereld zich gaat verzetten tegen crypto en komt met argumenten, dan zal de technologie dat gaan oplossen. En dat is iets heel krachtigs. Het is een spanningsveld dat constant bezig is. Want zo werken techneuten. Die willen dat idealisme creëren. En die golf, die valt niet tegen te houden. En kijk goed naar de grootste beursbedrijven die er op dit moment zijn. Dat zijn technologiebedrijven. En in die begindagen hebben daar ook dat soort mensen gewerkt. Die gaan dag en nacht door totdat het werkt en totdat het matcht met wat de buitenwereld wil. Want zo zitten techneuten in elkaar. En dat moet je respecteren. En dit is dan mijn betoog, mijn toevoeging voor de documentaire. Maar ik denk wel heel belangrijk voor de mensen die nu nog twijfelen aan crypto. Maar er zit een technologische kracht achter van mensen die er echt in geloven. En die gaan net zo lang door totdat het werkt. En als iemand met tegenkracht komt, dan gaan ze dat fixen. En dat valt ook te fixen. Wat je niet kunt in andere technologie of in andere business units, daar valt het niet te fixen. En zeker niet in het bankenwezen, want daar zijn geen innovaties geweest. Dus hier wilde ik het bij hem laten. Dit was mijn betoog en mijn toevoeging. Kijk de documentaire, ik raad hem echt aan. Crypto Courts op Videoland. En ik ben weer online. Je ziet de komende tijd weer van mijn video's geüpload worden. Dus ik kan jullie alleen maar weer veel gezondheid en wijsheid toewensen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei. En die bitcoins, hè? Ja. Bitcoin man. Bitcoins, ja. De bitcoins. Er komt een dag dat de bitcoins woem weg zijn. Ja.